Heyo mensen van een gamekanaal en welkom bij mijn Tamer-tour. Nee, Kamer-tour. Heyo mensen van een gamekanaal. We zijn hier bij mijn kamer-tour. Nadat Gijs een kamer-tour heeft gedaan en een Timo een kamer-tour, dacht ik, laat ik maar eens even meegaan en ook een kamer-tourtje gaan doen. Ja, waar zullen we beginnen? Gewoon bij de PC, dat ding hieronder. Ja, denken. Dit is mijn PC. Dat is een CM Storm, weet ik veel wat voor een het is. Ik heb dezelfde als Gijs. We gaan dit nou eens even openmaken. Specificaties zal ik in de beschrijving zetten. Stomme controller, ga weg. Ja, hier. Ik heb ook een shitbox controller. Xbox, sorry. Fans waren zo, zijn er rood. Binnenin, daarbovenin, zien jullie een blauw draaiend fan. Dat is mijn fan van een van de fans van mijn waterkoeling. Dan gaan we dit weer dicht doen. Ik heb gewoon een standaard cd-speler. Wat dit hier bovenin is, dat weet ik ook nog steeds niet. Ik heb hem zelf gebouwd, net als wat Gijs heeft gedaan. Daar staat mijn derde router. Ik heb er nog twee door het huis staan. Gaan we naar de rest van de shit. Deze lijkt eventjes hier. Mijn PS3, waar ik Metal Gear Rising opneem. Mijn Nintendo 64. Waar ik binnenkort op EGK Majora's Mask voor gaat opnemen. Een Wii. Wel met dit natuurlijk. Een poppetje. Dan komen we bij mijn... Dan gaan we even hier naartoe. Dan heb ik ook nog veel meer zooi staan. Dan komen we hier. Bij mijn tafel. Kingdom Hearts HD. Ni no Kuni. Ik dacht dat er dat idee flitsen of iets dergelijks. Mijn stoel van 100 zoveel euro. Hier heb je Majora's Mask. Mijn 3DS. Kamertoetje. Daar wil ik nog een ding voor kopen. Zo'n capture card. Hallo mensen, hallo. Mijn nieuwe tablet. Gisteren binnengekregen, best wel een mooi dingetje. Voor 111 euro liet ik hem niet liggen. Mijn telefoon. PSP waarmee ik Kingdom Hearts opneem. En hier is hetzelfde als wat Gijs heeft. Mijn HD PVR. Hiermee neem ik dus mijn PS3 footage op. En wordt opgeslagen op dit leuke dingetje. Dan mijn scherm. Ik heb één 24 inch scherm. Toevallig zet nou mijn profiel erop. Skype op het tweede scherm. Dan gaan we door. Want daar heb ik ook nog iets. Dat is mijn tv. En mijn tv gebruik ik niet als tv. Want, natuurlijk. Ik heb geen centrale antenne. Tenminste, nog niet. Komt nog wel. Maar wat ik dus gebruik. Mijn tv gebruik ik voor 1. PlayStation. 2. Ik gebruik hem voor dit. HDMI. Bam. Een derde scherm. Deze gebruik ik meestal als ik of op bed serie wil kijken. Of... Ik ga livestreamen, dan gooi ik op dit scherm X-Split, want dit is een 32 inch, een 24 inch en een 15 inch. Ja, leuk. Hier heb ik een goedkope kutmicrofoon. 5 euro. Uit op zich best redelijk geluid, maar dat maakt niet uit. Nou, hier zijn die stomme controllers van de Wii. Een PSP. Deze gaat in de PSP. Neemt geluid en beeld. Zet hem over naar 5 component. Hier komen 5 component. Gaat aan de achterkant, aan de onderkant. Waarom dat aan de onderkant is, snap ik nog steeds niet. Want volgens mij aan de bovenkant lijkt me veel simpeler. Maar goed, dan gaat dus daarin en wordt weer doorgeleid naar de tv. Oh, daar gaat bijna de sensor wacht. En dan heb ik daar de Wii nog liggen. Mijn portemonnee is niet verboeiend. Dan heb ik hier mijn DJ setup. En dat doe ik ook. Deze heb ik heel toevallig gisteren binnengekregen, net als deze. Nu kwam het tegelijkertijd aan. Ik zal ze dus even aanzetten voor de gein. Hup. Dus mijn DJ setup. Timo heeft ook een DJ, heeft een mixer. Alleen hoe hij hem gebruikt is anders dan dat ik hem gebruik. Ik gebruik het letterlijk om muziek te mixen met deze cd-speler.
En dat gelijk te laten lopen. Leuk ding, 140 euro per stuk. Dus deze 140, deze 140 en deze kostte destijds 130. Dat is dus nou al zo'n kleine 4-5 jaar geleden, maar dat maakt niet uit. Heeft mooie effecten, heeft, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, dit ding kan niet scherp stellen, dat is kloten. Goedkoop scheiding. Echo, flanger, filter en een break. En dit is om hem te verstellen, dit is vasthouden. Pitch range van 4, 8, 16 en 100. Loops zit hierop aan deze kant. Q, dus dan kan je voorluisteren. Dit is gewoon play, maar ja, dat spreekt vanzelf. Hot cues, maar die gebruik ik zelf nooit. Jogwieletje en cd-laden. Dus letterlijk gewoon een normale cd-laden. Met natuurlijk cd-RW. Maar goed jongens, dit is dus eigenlijk een beetje waar ik altijd mijn shit opneem. Op deze plek. Ja, ik hoop dat je het leuk vond. Ik zou zeggen, doe de appje omhoog en doe dit omhoog, dat omhoog. Stop het tussen je favorieten, daar zo. En ja, dan zie ik jullie graag terug met of Zelda of Metal Gear Rising. Dus ik zal zeggen jongens, bedankt voor het kijken en... Houdoe!